lig je lekker onderuit. Oh! Hier is dit toch Camping Life. I love it. En weet je wat nou het allerleukste van dit camping gebeuren? Hallo! Het is woensdag, Bart. We beginnen de dag met de... niet met een ratslag, nee! Want nee. Ik heb mijn telefoon in mijn zak. Ja. Oh. En we lopen hier op een zandbank. Oh. Op een zandbank, ja. Anyway, Jola die is weer weg. Die was hier en nu is ze weer met vriendinnetjes naar het zwembad. Die vermaakt zich wel. Ja, we zijn gewoon de halve dag zonder Jol tegenwoordig. Maar we gaan even een lekker stukje wandelen hier door de zee met Jax. Heerlijk. Het lekker de hele ochtend ligt pitten. Dus nu kan hij wel even lekker gezellig mee. Ja, straks hij moet nu even kracht verzamelen, want straks gaat hij weer de zee in. Ja. Net als gisteren zijn eerste zeedoop. Hij ging zeedoop, tot aan zijn schoudertjes de zee in. Ja, oh, die vlog kunnen we wel noemen Jax is gedoopt. Klik mee. Terwijl we hier liepen is Jax in slaap gevallen. Op, kijk nou, die is naar de borst. Zo lief. Dat heeft hij nog nooit gedaan, echt zo'n hoopje zo neergelegd. Hè? Nee, zo lief. Meestal is hij gewoon veel te nieuwsgierig daarvoor. Yep. En daar hebben we eindelijk Jola weer. Hey Jola, het is woensdag. Dit is toch het heerlijkste van vakantie met de kindjes. Om die alle twee zo te zien genieten. Ik heb vandaag een vet grote vis gezien. Ja, en een karper. Hoort niks. Lijkt het wel. Een karper lijkt het wel. Ja, maar het was echt zo groot. Ja, ik geloof wel dat hij groot was. Was je voor het niet eng of vies? Nou, eerst schrok ik wel een beetje. Als je later groter bent, gaan we samen duiken, ja? Heeft iemand van jullie wel eens gedoken? Ik heb mijn paddy, of paddy, hoe je het noemt, ooit gehaald. In Curaçao en dat is zoiets vets. Ja? Wat gebeurde er toen? Nou, daar zie je heel veel hele mooie vissen in alle kleuren. Dat wil je niet missen in je leven. Daar liggen de mannen. De mannen die liggen even bij te komen, want we hebben net heel lang gezwommen met Jax. Met Jax? Ik denk een half uur, drie kwartier. Ja. Hij vond het heerlijk. Nou jongens, primitiever dan dit kan het niet. Dit is koud water met zwitsal. En dit heeft de hele dag in de zon gestaan, dus dit is lekker warm. Want gisteren vond hij dit badje veel te koud. Hé? Dus nu hebben we dat even zo gedaan. En dan doe ik hem hier even in het badje bij de tent. Want ja, ik kan wel naar de douches lopen. Maar dat vind ik best wel een onderneming. En niet altijd even nodig natuurlijk. Dus joh. Doen we gewoon zo. Wow, die zit heel erg vol. Het is echt heet water geworden, gewoon dit, joh. Hey! Hey! Nou, dat is perfect. Wat een schattig kopje heb je. Hey! Wow, lekker haartjes wassen. Mooi emmertje, hè? Ja, lekker. Ja, hè? Zeg ik daar een lachje? Ja, zeg ik daar een lachje? Zit je nou gewoon te lachen? Jij zit lekker, hè? Ta-ta-da. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Eet smakelijk! Oh, oh, oh. Allee, Julia! Lekker! We gaan even
strand zitten, die helemaal donker en pikzwart is. Ga naar het strand. Kom. Wow. Ik zie best veel sterren. Dat zien jullie niet op de camera. Ja, waar zit je daar tussen? Oh, wat lief. Nou, we hebben even iets gekocht hoor voor Jax. En dat is vet schattig, want dat had ik zelf vroeger al. Ik zat net op zijn duim. Echt? Sabbelen. Soms zakt hij een beetje te ver onderuit, dan moet je hem weer even recht zetten. Ik ga maar hier staan dat de golven niet zo... Oh, waar ga je naartoe? Oh, lekker douchen. Hallo en welkom in deze stoomcabine. Het is hier serieus luchtvochtigheid keer 8000%. Gisteren was ik dus hier en was ik gewoon totaal een handdoek vergeten. Maar goed, oh nee, ik moet mijn shirt nog aan. Ook zoiets. Hoe dan? Ik ben nog helemaal nat. Ik kan me niet eens afdrogen. Oh. Dit ga ik aandoen en vervolgens plakt het aan alle kanten aan me vast. Wat een heerlijk gevoel is dit toch? Camping life, falafel. En weet je wat nou het allerleukste is van dit camping gebeuren en de vakantie? Het thuiskomen! Want dan word je ineens weer heel erg wat je hebt, zeg maar. Het is gewoon allemaal gebeurd. Ik ben gedoucht. Yola is gedoucht. Jax is in het badje geweest bij de douches. Bart heeft geholpen. En we zijn allemaal weer fris en fruitig. Ik wil niet zeuren, ik wil niet klagen. Maar ik wil wel even jullie een goed gevoel geven. Want als jullie het heet hebben of zoiets hebben van... ik heb even een beetje een warm gevoel in mijn bed. Denk dan aan ons. Denk dan aan die mensen die in de caravan liggen. Met 36 graden. Met een baby in de caravan. Een kind in de caravan. En ik en een man in de caravan. We hebben 3 bedden. Eentje die... Een soort van 2-persoonsjes. Een soort van. Kijk, ongeveer zo. Ja, een soort van halve twijfelaar. Ja. En een beetje een hard bed. Sorry, maar meestal ligt er ook een tafeltje en zo. Ja. Maar, het is voorlopig geen bed geworden. En nog 2 normale bedden die zo ja, zijn. Niet bij elkaar. Dus Bart en ik kunnen niet knuffelen. Nee. Maar we hebben toch geen privacy, dus ach. Hè? En het komt allemaal weer goed, want we zijn hier nog maar een paar dagjes. En het is natuurlijk niet alleen maar klagen, hè? Want we zitten wel aan het strand en aan treinen. Dat is het enige nadeel van deze camping, die treinen. Maar die hoor je eigenlijk niet echt aan onze kant. Dus, maar niet dat we klagen hoor, want we're having a good time. Vegetarische pizza. Looking good. Hey. Oh. Ah. Wat is dat? Ze zitten gewoon een mooie kool op.